Die termijn loopt bijna af. Komt er een tweede steunpakket? Ja, we gaan het steunpakket verlengen. Het eerste steunpakket was voor de eerste 3 maanden. Voor de maanden maart, april, mei. Ook een beetje in de hoop dat dan, zal ik maar zeggen, het grootste leed van het virus was geleden. Dat bedrijven weer open konden. En afgelopen week heeft minister-president Rutte samen met Hugo de Jonge aangekondigd dat de komende maanden stapsgewijs weer sectoren open gaan. Horeca, terrassen. Maar dat er nog wel steeds allerlei beperkingen zijn voor ondernemers om te ondernemen. Dat er dus nog steeds minder omzet gehaald kan worden. Dus die steun is gewoon nodig om ondernemers ook in die volgende fase van de crisis er doorheen te helpen. Ja, dus even voor de goede orde. In het eerste pakket ging het over arbeidstijdverkorting, steun voor loonkosten, et cetera. En dit klinkt als een compensatie voor gederfde omzet. Nee, we zijn nu samen met collega's Hoekstra en Wiebes zijn we nu samen het pakket aan het Financiën en Economische Zaken het pakket aan het uittillen. We hebben inderdaad een loonkostenregeling. We hebben een TOZO, dus de regeling voor ZZP'ers. En we hadden een regeling voor vaste lasten, voor de huur en voor de energie. Het grootste deel van het pakket gaat door, maar we zijn nu met de voorwaarden daarvoor bezig. De eerste ronde moest echt, zal ik zeggen, zo snel mogelijk en zonder voorwaarden om zoveel mogelijk bedrijven te redden. Er zijn uiteindelijk 110.000 bedrijven die het hebben aangevraagd voor 1,8 miljoen werknemers. Die dus nu als het ware direct of indirect met overheidssteun worden betaald. En 340.000 ZZP'ers. Dan zie je dat 2,1 miljoen mensen nu dus steun krijgen van de overheid. Voor die volgende fase moeten we ook nadenken over wat is economisch verstandig beleid. Je ziet namelijk dat we ook echt in een andere fase terechtkomen. Het duurt langer dan we eerder dachten. Het feit, sommige bedrijven gaan failliet. Er gaan mensen hun baan verliezen. Ja, wat gaat u daaraan doen? De bedrijven die failliet gaan. Daar kan ik niks aan doen. Daar moet ik ook eerlijk over zijn. We kunnen zo goed mogelijk steunen. We kunnen zo goed mogelijk proberen om ondernemers te stutten. Ik vind ook dat bedrijven gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben in de keten. Hè. Dus dat de verhuurder van een pand en de leverancier allemaal een steentje bij moeten dragen. Maar ondanks alle steun die we doen, gaan de bedrijven failliet. En dus moeten we gaan nadenken over hoe gaan we mensen helpen om toch wat een nieuwe baan te vinden. Ja. Dus voorwaarden als scholing. Of ook nadenken over, kan je in een andere sector wel baan vinden? Ja, maar als u zegt, kunnen we mensen helpen een nieuwe baan te vinden? Dan zegt u misschien ook, want werkgevers mogen hun mensen gaan ontslaan. Ja, wat we nu hebben in het eerste pakket is een boete op ontslag. Dus als je als werkgever iemand ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, dan krijg je een extra boete. Dan wordt de loonkosten wordt extra verlaagd. Voor de volgende fase ligt dat niet voor de hand. Omdat we ook moeten nadenken over, stel dat een bedrijf in problemen komt en sommige mensen juist moeten ontslaan om de andere banen te behouden, te redden. Dan moeten we ook die aanpassingsvermogen moeten we ook in onze economie introduceren. Dus eigenlijk zegt u, als dit pakket er echt daadwerkelijk komt, dan kunnen mensen vanaf dat moment telefoontjes gaan krijgen voor, sorry, you're fired. Nee, dat geloof ik niet. Jawel, maar dat is wel zo. Want nee, u zegt mensen, jawel, want als het bedrijf overeind moet blijven en er zitten te veel mensen in dienst, u heeft het al over omscholing, dan zullen er mensen uit het bedrijf moeten. Het paradoxale is, 2 maanden geleden hadden we de laagste werkloosheid in 20, 30 jaar. Nou, dat is een lange tijd geleden. Ja, dat klinkt kort geleden, maar we leven in een hele andere tijd. Een hele andere tijd. Ja. Maar heel veel werkgevers hebben heel veel moeite moeten doen om goede mensen te vinden. Een heleboel vacatures. En heel veel ondernemers die ik spreek, die zeggen ook, wij willen onze mensen houden. We willen ook investeren in onze mensen. Want dat is onze asset van ons bedrijf. Maar u zegt ook, mensen gaan failliet, hè? Dus ze moeten ergens op sommige sparen. Sectoren, we hadden het net even in het voorgesprek. Sommige sectoren, zoals de horeca of evenementen, optreden. Ze liggen helemaal stil. Voor een langere periode. Ja. En echt, ik begrijp heel goed dat mensen slapeloze nachten hebben van deze ondernemers, artiesten, van deze situatie. En daarom vind ik het extra van belang dat de overheid gewoon ook eerlijk communiceert. Ook eerlijk verwachtingen wekt. We gaan niet iedereen kunnen redden. Maar we gaan wel ons best doen om zoveel mogelijk bedrijven te ondersteunen. Om te investeren in mensen en in human capital. Bijvoorbeeld via scholing. Om ervoor te zorgen dat mensen in een andere sector bijvoorbeeld aan een baan kunnen maar komen. Maar u zegt ook, u krijgt geen boete meer als u iemand ontslaat. U kunt mensen gaan ontslaan om uw bedrijf te redden. Ook in de huidige regeling kunnen mensen worden ontslagen. Alleen nu in de huidige regeling zit er een boete op. Dus het is een financiële prikkel om niet te ontslaan. Maar de boete gaat eraf. Bij de volgende ronde gaat die boete eraf, inderdaad. Ja. Ook omdat we zien dat bedrijven moeten gaan herstructureren. Dat bedrijven moeten gaan nadenken, hoe zorg ik ervoor dat ik een groot deel van mijn mensen in dienst kan houden. En dan zijn wij gelukkig een beschaafd land met goede sociale zekerheidsregelingen. Goede faciliteiten om mensen ook te helpen naar een andere sector, naar een andere baan. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of op bedrijven. Dat is natuurlijk gewoon een sprookje.
Het is echt gewoon het is een forse klap. Als je kijkt naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar 30 miljoen mensen hun baan zijn verloren in hele korte tijd. Dat is ook een deel van de realiteit waar we aan moeten wennen. Ja, maar dus het telefoontje kan toch komen. Sorry, je bent ontslagen. Want maar dat telefoontje kan al komen. Ja. Dat ontken ik ook niet. En dat is ook niet anders dan nu. Want op dit moment worden de mensen ontslagen. Op dit moment zien we bij het UWV dat de mensen zich melden voor een WW-uitkering, omdat ze worden ontslagen. Ja. We zien het ook oplopen. Dus dat is niet het verschil. Het verschil is, wat gaan we doen de komende periode om dat zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook om na te denken over hoe kom je als het ware doorheen na deze crisis. Ik sla erop aan, omdat u zegt, ergens in de bijzin net, het duurt langer dan gedacht. Wat bedoelt u precies? Wat? Nou, de hoop was een beetje in de eerste fase van de crisis dat er een soort V-vormige crisis zou zijn. Hè? Dus een korte klap naar beneden, alles lockdown. En dan dat alles weer open zou kunnen, dat er weer een heel snel herstel zou komen. Zoals waar dat we even de situatie bevroren, wat daarna alles weer open zou kunnen. En nu zien we ook dat het gewoon langer duurt. Dat we eigenlijk, nou, de afgelopen week woensdag hebben gezegd, horeca misschien op 1 juni. Grotere evenementen vanaf 1 juli. Tot september geen concerten en voetbalwedstrijden. Dus dat betekent ook dat het gewoon structurelere gevolgen heeft dan u eerder dachten. Voor ons is het natuurlijk ook gewoon, zoals minister-president Rutte zei, 50% van de informatie, 100% beslissingen nemen. Mm-hmm. Dat is ook een beetje sturen in de mist. En dan zo goed mogelijk besluiten nemen. Ja. U zei, dit eerste pakket is nu geweest, er komt een tweede pakket aan. In het eerste pakket was er bijvoorbeeld veel te doen over Booking.com. Hè, een groot bedrijf dat enorme winsten maakte. Met dat geld onder andere de eigen aandelen heeft opgekocht. Daarmee de winst, de beurskoers nog verder opjagend, maar vervolgens wel bij u stond om de hand op te houden. Laten we even kijken. En er is woede over Booking.com. Ze verdienen miljarden, betalen zo weinig mogelijk belasting, maar houden wel hun hand op voor steun bij de overheid. Die 3,5 miljard winst van vorig jaar, daar zouden ze alle werknemers, 5.500 werknemers in Nederland, zou je daar 10 jaar hun salaris van kunnen betalen. Als ze 1 jaar die winst even in het bedrijf hadden laten zitten, dan hadden ze never nooit bij de Nederlandse overheid hoeven aankloppen. Het roept wel de vraag op, hè, die NOW-regeling, ja, of dat niet een beetje een naïeve regeling is geweest. Zegt u het maar. Nee, de NOW-regeling is een regeling geweest voor alle bedrijven die op korte termijn in 3 weken uit de grond moest worden gestampt. Om zo snel mogelijk ook te kunnen uitbetalen. Ja, de regeling, hè, voor de goede orde. Ja, de regeling. Ja. Want heel veel ondernemers zeiden tegen ons, als we niet gesteund worden, kunnen wij de salarissen van maart en april niet betalen. Dus daarom moest het snel. Ik begrijp heel goed dat hier heel veel irritatie over is ontstaan. Dat voel ik zelf misschien ook wel. Overigens, vandaag heeft dit bedrijf bekendgemaakt dat ze 700 miljoen euro verlies hebben gedraaid in het eerste kwartaal. Dat zie je ook dat het echt zo'n klap is voor de hele reisbranche. Kijk ook naar de KLM of naar andere reisorganisaties. Dus ik begrijp heel goed die frustratie. Alleen in de eerste fase moesten we gewoon snel handelen. Ja. En daarom even terug naar de tweede fase. Ja. Ze kloppen nu weer bij u aan. Ook nog verlies gedraaid. Echt, we zitten heel moeilijk, meneer Koolmees. Ja. Wat zegt u dan? In de tweede fase zullen er ook aanvullende voorwaarden worden gesteld. Zoals? Geen winstuitkering aan aandeelhouders. Geen dividend, geen inkoop van eigen aandelen. Zullen de voorwaarden zijn voor het tweede steunpakket. Dus het wordt in ieder geval een stuk moeilijker voor ze om dat te doen. Ja, dat hebben we overigens ook al 2 weken geleden gedaan met de aanvulling van het pakketje. Maar dit is inderdaad, er zijn wel voorwaarden dat in ieder geval niet gebeurt. Juist ook om het geld in de bedrijven te houden en daarmee weer die werkgelegenheid zoveel mogelijk te stutten. Ja, er is binnen het kabinet discussie. Hè. We begrijpen, de heer Rutte en de heer De Jonge zitten met name op de gezondheidskant. En jongens, dat is het allerbelangrijkste. De heer Wiebes geldt als exponent van de andere kant. Jongens, er moet ook weer de economie aangejaagd worden. Waar zit u op die as? We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en onze eigen invalshoeken. En de minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken hebben natuurlijk primair een andere invalshoek dan andere collega's. U steunt die Wiebes. We hebben gewoon een goede discussie binnen de ministerraad. En dat blijven we ook, houden we binnen de ministerraad, ook met elkaar. En daarna nemen we een besluit met z'n allen en gaan we eendrachtig als kabinet naar buiten. Hoe gaat zo'n gesprek? Als jullie daar met z'n allen zitten en de een zegt, nee jongens, gezondheidszorg boven alles. En iemand anders roept, kom op jongens, alles gaat naar de knoppen. Ook dit bijvoorbeeld is een tegenstelling die niet bestaat. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de corona mensen op IC, het afgelopen, de intensive care. Dat heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld geplande zorg werd uitgesteld. Dus bijvoorbeeld kankeroperaties werden uitgesteld. Dus ook zelfs binnen de gezondheidszorg heb je hier dilemma's. En mijn nicht zit nu met chemo en die moest ook wachten. Ja. Omdat het was gewoon druk was. Dus ze moest ook wachten. En nu is het weer begonnen. Precies, ja, daarom wilden we ook die... En ze ziet al sinds november. Dus
Dus het is niet... Nee, maar het is interessant, hè, dat jij zegt van... jullie kunnen niet meer optreden. Voor jullie is het ook een enorme klap. Wie van tevoren zei ook van alle mensen die achter mij werken... mijn muzikanten en iedereen zit enorm in de penarie. En je hebt ook een familielid die niet geholpen kan worden in het ziekenhuis. Ja, en dus het zijn ook enorme dilemma's. Het is heftig, want kijk, de mensen... We zijn heel erg bezig met onszelf. En ieder op zich. En ieder kijkt naar hoe het hun raakt. Maar er zijn heel veel mensen die we niet zien... En heel veel situaties, dus dat ik ken iemand die in de IC werkt. Hij slaapt niet in zijn eigen huis naast zijn vrouw om hem te beschermen, omdat hij elke dag moet werken. Ja. Hij slaapt in de garage. Nou, dat soort dingen zorgt dat ik al 7 weken thuis ben. Ik maak nu een uitzondering hier vanavond voor de goede doel. Anders was ik hier ook niet. Want ik ga nergens. Ja. Maar uit voorzorg dat je dat niet wil. Ja, omdat ik ook voor mijn nicht zorg. Dus dan je moet... Soms, het is een kleine moeite. Ja. Snap je wat ik bedoel? Alleen, we zijn zo bezig met we willen. Mm-hmm. Ik moet naar buiten kunnen. Niks moet. Je mag blij zijn dat je leeft. En er zijn heel veel anderen die voor ons die sacrifice maken. Tegelijkertijd zijn jullie ook allemaal podiumdieren. Jullie alle drie. Ja. In het eerste pakket was daar op het laatste moment nog even 300 miljoen. Ja, ja, ja. We kijken weer even nu voor het geld. Ja. Hey, dan vroeg ik hem net, wat kon je brengen? Ja, wat kon je brengen? Oh, wat krijgen we? De Engelse over de minister van cultuur heeft inderdaad 300 miljoen euro extra steun voor de cultuursector gedaan. Juist ook omdat we zien dat cultuursector evenementen extra hard worden geraakt. Want alles gewoon ook verboden blijft voor de komende periode. En het is heel grappig, maar mensen doen een aanname dat omdat je een artiest bent, dat je heel veel geld op de bank hebt zitten. Ja. Maar ze snappen niet dat... Wat wij doen is ook investeren. Dus als ik zeg ik ga een tour doen, dan ik wil dat het mooi uitziet. Ja. Moet ik geld uitgeven om te zorgen dat jij een ervaring hebt die onvergetelijk is. Dus moeten we nog even weten van de minister. Wat heeft u in die tweede tranche voor de culturele sector? Wat kom ik? Ja. Wat kom je brengen? Even, ons pakket is voor de hele economie. En niet zo generiek mogelijk. Maar vergeet ons niet. Nee, we vergeten u zeker niet. Dat heeft Ingrid van Engelshoven ook 2 weken geleden al bekendgemaakt. 300 miljoen extra voor de cultuursector. Ik denk dat je het moet zien. Vergeet ons niet. Echt, hè? Ja, dat maakt wij zijn bezig voor alle sectoren, want we zien dat alle sectoren van de economie, dus ook horeca, evenementen, maar ook de industrie, want er is ook geen export meer hè, op dit moment. Ook de vraag in het buitenland valt weg, want heel de wereld wordt geconfronteerd met dit virus. Dus ook andere sectoren worden hard geraakt, de land- en tuinbouw, precies, niet normaal, door dit virus. Dus het geldt voor alle bedrijven in alle sectoren. En we vallen u niet af, hè, want u doet het heel goed, hè. Dat is niet het punt, hè. Dank maar we vragen alleen... Wat kom je brengen? Dat is het enige. Ja, het zou ook heel makkelijk zijn als ik alleen maar cadeautjes kon brengen. Ja. Het is gewoon ook niet... Het is toch eigenlijk gewoon niet te doen, deze hele situatie. Nee. Het is toch bijna onmogelijk. Het is alleen maar verlies. Zelfs met deze steunpakketten geven wij bijvoorbeeld 90% maximaal van de loonkosten. Dat betekent nog steeds dat bedrijven 10% van de loonkosten zelf moeten betalen. Dus dat ondernemers interen op hun reserves. Ja. Dus dit heeft gewoon structurele effecten. Ja. En ik ga het niet mooier maken dan het is. Nee. Maar we zien u graag terug als er nog weer meer bekend is over het pakket. Oké, dan kom ik heel weer. Fijn. Ja, heel fijn. We zagen jou even. Shirma, Tania en Jandino. Jullie zijn hier omdat er morgenochtend live een benefiet...